Welkom bij de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas en dit is de plek waar je alles leert over energie, intuïtie, je onderbewuste persoonlijke transformatie, blokkades doorbreken, manifestatie en het shiften van je vibe naar Energy Joy en daar voorbij. Alles aangereikt vanuit de frequentie van Joy, speciaal voor jou. Je krijgt tips, tools, gratis downloads en bergen informatie waar je direct mee aan de slag kan. Geweldig dat je luistert. podcast 103 shift je leven en business voor goed ben je coach consultant therapeut dienstverlener en of lever je je dienst vanuit je empathische kracht maar kost het je te veel energie en levert het te weinig op nou dan is deze podcast absoluut voor jou plus je krijgt een krachtige quantum roadmap oefening vraag aan jou ben jij dit je bent ondernemer en je zit vast in een loop van energie slurpende werkzaamheden die je niet het resultaat, de voldoening en het leven geven dat je wenst. In deze podcast rijk ik je vanuit kwantumniveau een roadmap aan waarmee je dit direct voor goed kan veranderen en doorbreken, precies zoals ik het zelf heb gedaan, zodat je weer plezier ervaart en energie krijgt van het helpen van anderen en jij je leven en business kan transformeren naar een life on your terms. De show notes van deze aflevering vind je op wwwlizettelukas.com 103. En je kan gratis mijn Lisette app downloaden voor iOS en Android en daar vind je alle gratis downloads en meditaties en uiteraard ook de trainingen. Van harte welkom bij podcast 103. Ja, ik ga meteen voor start met een paar vragen. Antwoord je 1, 2 of misschien wel meerdere keren met ja. Dan is dit echt de podcast voor jou en ben je klaar voor een krachtige shift? En is alles nee? Nou, dan wil ik je in ieder geval bedanken voor je aandacht en vooral ook je tijd. En wie weet, misschien ken je wel iemand die er baat bij heeft. Dus oké, okay, daar gaan we. Mijn eerste vraag: Ben je het zat om keer op keer mensen te moeten voortslepen die niet echt gedreven en gemotiveerd zijn? Ben je het zat dat mensen. Jouw met liefde, passie en bloed, zweet en tranen gemaakte cursus, training of programma niet eens afmaken of dat ze niet eens komen opdagen? Ben je het zat dat door gebrek aan inzet van je cliënt het mogelijke resultaat uitblijft? En ben je daar klaar mee dat jouw energie wegloopt door zelfsaboterende personen die absoluut niet klaar zijn hun persoonlijke verantwoordelijkheden te pakken in het leven? Ben je daar klaar mee? Dat het plezier in wat je doet daardoor wegcijpelt en je jezelf keer op keer ertoe moet zetten om alles maar draaiende te houden. En nog een vraag: ben je moe van het feit dat je altijd weer nieuwe cliënten moet vinden om alles draaiende te houden? En wil je meer vrije tijd en energie overhouden voor je gezin, familie en vrienden? Wil je nu eindelijk echt de financiële vergoeding ontvangen naar hetgeen je echt waard bent en je ook absoluut levert? Eén ja, meerdere ja's, allemaal ja's, nou dan heb ik de oplossing voor je eigenlijk in drie hele eenvoudige shifts. De eerste shift is shift jezelf. De tweede shift is shift je leven. En de derde shift is shift je business. Oké, okay, zou je nu misschien denken, maar hoe doe ik dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Ten eerste door voorgoed af te rekenen met het maatschappelijk gewenste gemiddelde. En ten tweede door te ontdekken wie je echt bent en jezelf te bevrijden uit oude patronen. En ten derde door krachtig je energie, certainty en autoriteit in te zetten. Deze drie krachtige stappen zullen je leven en business voorgoed veranderen in de meest positieve zin van het woord. En één ding weet ik zeker: en nee, daar hoef je geen medium of psychic voor te zijn. Als je andere resultaten en veranderingen wilt in je leven en business en je verandert niets, je onderneemt geen actie. Nou, dan zal er dus ook niets veranderen en zullen andere resultaten ook uitblijven. Hard, maar waar. Als jij wilt dat er iets verandert in je leven, in je business, heel simpel, dan zal jij moeten veranderen. De verandering begint namelijk altijd. Bij jou, intern, in de diepere lagen. En dat is je energie shiften, je mindset shiften en je interne programmering shiften. Daar begint het mee. En vanuit daar zal dus jij veranderen, zal je leven veranderen en ja, zal ook je business krachtig veranderen. Zo simpel is het. En nee, het gaat niet vanzelf. Maar als je ondernemer bent, dan was je daar vast al achter. Maar nog een vraag, ben jij... Die ondernemer die settelt voor de middenmoot en genoegen neemt met wat iedereen om je heen doet, dat je een beetje in dat standaard gemiddelde blijft hangen. Of, daar komt hij, ben jij die power ondernemer die iedere kans aangrijpt, die echt vanuit hart en ziel alles, maar dan ook alles wil inzetten, toepassen en uitvoeren, om het ultieme succes en resultaat te bereiken voor degene die jij het liefst dient. En dat is je cliënt. Weet jij van jezelf dat je krachtige tools in handen hebt en de expertise bezit waarmee je levens kan veranderen, maar komt het er niet uit? Of kan je niet diegene bereiken die je het allerliefste zou willen helpen? Nou, allemaal vragen, je merkt het. Ik hoop ook dat dit iets bij je in beweging zet. Want ja, één ding weet ik zeker, als jij dit luistert, nu op dit moment. Dan is het potentieel zo krachtig in je aanwezig. Maar je hebt gewoon een handvat nodig, een systeem, een bewezen traject, waarmee je dat potentieel in werkelijkheid kan neerzetten. Precies zoals het verdient. Ik weet het zeker, alles is in je aanwezig. En daarom ga ik je nu meenemen door een superkrachtige oefening. Het is de Quantum Thinking Oefening, waarmee je jouw wensen en dromen op Quantum 5D-niveau. Als realiteit ziet over één jaar. En voordat we gaan starten is het belangrijk om het volgende te weten. En schrijf het desnoods op, zet tussendoor de opname even op pauze. De podcast even op pauze. Oké, okay, de eerste vraag. Stel, over een jaar. Wat wil je echt? Ja, dus stel jezelf de vraag: wat wil ik echt? Wat wil ik echt over een jaar? Als ik mezelf over een jaar zie, hoe wil ik me voelen? Hoe beweeg ik me? Wat draag ik? Wat heb ik aan? Hoe ziet mijn omgeving eruit? En alles is mogelijk, hè? Zo groot en zo mooi en zo gek als je maar wilt. Ja? Jij bent je enige limitering, geloof me. Hoe ziet je gezin eruit? Familie, dierbaren? Wie heb je om je heen? Wat heb je gecreëerd? Hoe ziet je business eruit? Hoe ziet je ideale klant eruit die je helpt? De klant waar je het liefst dus mee samenwerkt. Welke doorbraken help je ze te creëren? En hoeveel dagen of hoeveel uren werk je per week? Wat wil je per maand omzetten? Wederom. Jij bent je enige limitering, dus maak het zoals je het echt wilt hebben. Hoe vaak ga je op vakantie? Waar. Ga ik naartoe op vakantie en wie neem ik mee? Vraag jezelf af waar woon ik en hoe ziet mijn huis eruit? Hoe voelt mijn energie? Hoe voelt mijn lichaam, mijn vitaliteit, mijn gezondheid? En wat voor effect als ik mij zo voel, wat voor effect heeft het op mijn dierbare? Allemaal vragen waarvan ik wil dat je vooraf ze kan beantwoorden. Voordat we dus de Quantum Thinking oefening gaan doen. Dit is heel belangrijk, dus. Ga even opnieuw door de vragen heen. Zorg dat je het helder hebt, want helderheid is kracht. Want als je niet weet wat je echt wilt, kan je het ook niet manifesteren. Zo simpel is het. Dus wees helder, duidelijk en stap ook in het gevoel. Oké, okay. nu gaan we door een ontspannen oefening. Dus maak het jezelf even makkelijk. Zorg dat je eventjes ook niet gestoord kan worden. Mocht je in de auto aan het rijden zijn. Dan is het verstandig om het op een later moment terug te luisteren. Of als je met een machine werkt, moet ik er altijd even bij zeggen. Want de frequentie van mijn stem zorgt toch dat veel mensen in een diepe ontspanning komen. Dus dan is het verstandig om hier later op terug te komen. Maar als je tijd en ruimte hebt om de oefening te doen, dan kan je lekker meedoen. Oké, okay, daar gaan we. Je voelt de ontspanning over je heen komen. En je ademt rustig in en uit en je realiseert je dat dit een speciaal en superkrachtig moment is. Want je gaat dadelijk een quantum denk jump maken. Je gaat een supersnelle leap nemen door dimensies en je weet dat wat jij dadelijk gaat voelen en ervaren direct je realiteit creëert. Dus nogmaals, maak het zo mooi, zo krachtig, zo prachtig mogelijk en weet er is genoeg voor iedereen. De sky is absoluut niet de limit. Ik zal je sterker vertellen: er is geen limit. We zijn op kwantumniveau. Dus voel nu hoe je een krachtige, ontspannen en heerlijke quantum jump in je gedachten door de dimensies maakt. Daar ga je. En het is een jaar verder in de tijd. Je bent precies een jaar vooruit. Dus bedenk even welke dag het vandaag is. Die datum zie je nu. Je ziet het voor je. Je zegt het hardop in je hoofd. En het is één jaar verder. En je voelt direct ontspanning over je heen komen. Je voelt een glimlach op je gezicht komen. Je voelt je ontspannen. Je voelt je heerlijk. En je voelt dat alles wat je wilde bereiken en creëren realiteit is geworden. Dus voel hoe je je voelt. Als je echt doet waar je van geniet. Voel hoe je je voelt als je alles gemanifesteerd hebt. Kijk om je heen. Voel hoe je beweegt. Hoe beweeg je? Hoe voel je je? Kijk wat je aan hebt en ruik wat je om je heen ruikt. Waar ben je? Hoe ziet de omgeving eruit? Kijk hoe je, hoe je woont. Kijk hoe de mensen waarvan je houdt lachen en genieten. Als jij je volledige potentieel leeft. Jij hebt stappen gezet, keuzes gemaakt. En kijk hoe gelukkig je bent. Je staat in je kracht. Je helpt anderen. En zie, zie wat je gecreëerd hebt in slechts een jaar tijd. Wauw! Zoveel shifts. Eerst intern. Die shifts. Mindset shifts. Transformatieve shifts. En vervolgens ging dat doorwerken. Extern. En voel en zie en ervaar. Hoe je business is gegroeid. En kijk welke veranderingen je hebt doorgevoerd. Zie hoe je bedrijf er nu uitziet. En je werkt het aantal uren dat je wenst. Je hebt vrije tijd om te genieten: tijd voor jezelf, tijd om op vakantie te gaan, leuke dingen te doen, rust te nemen, te mediteren, te genieten. En je weet nu: alles is beschikbaar voor je omdat je jezelf hebt getransformeerd. Je hebt aan jezelf gewerkt en dat voelt heerlijk. Je hebt krachtig actie ondernomen en daarom leef je het leven waarvan je altijd droomde. En je weet dat het alleen maar mooier en mooier en groter en meer wordt. Precies zoals jij het wenst. Want jij bent de master over je leven en je business. Dus voel hoe je je voelt. En ervaar de dankbaarheid. De blijdschap. De blessings. En het gemak. Waarmee alles gaat. Je voelt je hart. Je voelt je hart en je ziel. Dit ben jij. De echte jij. En je voelt je fit. Je voelt je vitaal. Energiek. Gezond. En super gelukkig. Je bent happy en succesvol. Zowel privé. Als zakelijk. Heel goed. En terwijl je heerlijk nasiddert in dit gevoel en je voelt het door iedere cel van je lichaam aan zijn gaan. En kijk nu. Vanaf dat moment waar je nu bent. Kijk terug in de tijd, naar het afgelopen jaar. Welke stappen heb je gezet gedurende het afgelopen jaar om hier te komen? Voel en ervaar wat je hebt geshift in je leven. Wat heb je ondernomen waardoor je dit nu hebt bereikt? Wat heb je radicaal veranderd in je leven? Wat heb je geshift? Welke mindset shifts heb je doorgemaakt? Welke oude patronen heb je losgelaten? Wat heb je losgelaten? Wat heb je doorbroken? Wat heb je aangepakt? Geshift, veranderd? Met wie ben je in zee gegaan om dat interne deel te shiften en patronen voorgoed te doorbreken? Waaraan heb je het hardste gewerkt? En wat heeft dit allemaal voor je in beweging gezet? Wat heb je gedaan om zo gezond, blij, fit en energiek te zijn, om je nu zo te voelen? En met wie werk je samen? Welke mensen zijn er om je heen? Wie zijn je peers, de mensen waarmee je levelt? En wie houdt jou accountable? Wie helpt jou om door te blijven groeien en transformeren? En hoe laten jouw cliënten je weten hoe dankbaar ze je zijn? En voel het gevoel en laat op kwantumniveau de gedachte gewoon binnenkomen. Je weet het. Je weet het. Je weet hoe je het hebt bereikt. Je weet hoe je het voor elkaar hebt gekregen en wie er voor je was. Wie je hielp en steunde. Bij de stappen die je moest en wilde zetten. Wat je moest doen om deze resultaten te bereiken, zowel voor jezelf als je cliënten. En heel goed. Adem lekker diep in en uit. De rek en strek je maar even uit. Dover een glimlach op je gezicht. En kom maar weer terug in het hier en nu. En je bent weer terug. Gewoon in het hier en nu. Heel goed. En wat nu belangrijk is, zet de opname even op pauze, zet de podcast op pauze en schrijf. Braindump alles wat je gezien, gevoeld en ervaren hebt. Waarom? Dit is jouw Quantum Roadmap tot succes op alle levels van je leven en business. En ja, je kan dit zo vaak herhalen als je maar wilt. Wauw, heel goed. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jouw leven en business er over een jaar uitziet. Want je hebt het nu gezien en je weet welke stappen je moet zetten om dit te bereiken. En wil je meer inzicht en hulp bij het zetten van deze stappen? Nou, stuur me dan een e-mail via lizettelucas.nl of DM me via mijn lizettelucas.nl Instagram het woord quantum. Met de Q quantum, dan gaan we een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend connectiegesprek en doorlopen we je quantum roadmap. Ja, ik hoop dat je er heel veel mooie inzichten uit hebt gehaald. En nogmaals, heb je hulp nodig? Ik ben er voor je op vele verschillende manieren. Vanuit zowel de energie- en onderbewuste mindset leer, waarmee je krachtig kan shiften en je leven en business kan transformeren. En vanuit het high-end business coaching systeem, waarin je je inner CEO leert masteren. Nogmaals, mijn tip, doe het niet alleen. Sta open voor verandering, want je weet nu, anders zou er niets veranderen. En ja, dit is iets wat ik van Tony Robbins heb geleerd, en dit is zo zo waar. The biggest change is on the other side of fear. Dus laat je angst je alsjeblieft niet tegenhouden. Je hebt nu gezien, gevoeld en ervaren. Er ligt op kwantumniveau zoveel op je te wachten. Dus ik wil zeggen, go for it. Alles is mogelijk. Het enige wat in de weg kan staan, ja, dat ben jij. Dus ik hoor, spreek of zie je heel graag snel. Dikke knuffel van mij en heel veel succes. Ik ben nu al trots op je. Liefs en nogmaals, go for it! Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas. Heel graag tot de volgende aflevering. Borden tips, tools en gratis downloads speciaal voor jou. En onthoud, iedere keer als je oprecht lacht en het diep, diep van binnen voelt... dan vibe je op de frequentie van Energy Joy. De Joy Vibe. Die deuren voor jou open. Dus blijf lachen, blijf in tune en shift.